Ja, ik sta inderdaad een heel eind bij jullie vandaan in Lelystad om precies te zijn. En ik sta hier tussen de uien, mooie rode uien. Ik eet ze graag in mijn omeletje 's ochtends. Mooie spuitmachine en ik sta hier bij Hilgard Waalkens. Hilgard, wat voor boer ben jij? Ja, ik ben een akkerbouwer in Lelystad dus. En ik tel onder andere rode uien en voor de rest doen wij consumptie aardappelen en graan. Ja, en in de uienteelt gebruik jij Arondes plus Amistar. Wat is dat precies? Dat is een breedwerkende fungicide in de combinatie. En dat werkt heel goed tegen meeldauw en bladvekkerziekten. En je moet het mengen. Hoe gaat dat precies? Nou, je hebt een potje van het een, of een flesje van het een en een flesje van het andere. En dat gooi je dan gezamenlijk gewoon in de spuit. En dan werkt het heel goed in de combinatie. Ja, ze noemen dat een fungicide, hè? Omdat het gaat de schimmel te lijf. Ja. Welke ziektes ook alweer? Bladvekkerziekte en meeldauw. Oké, en werkt het afdoende? Ja, afgelopen jaar hebben we het getest, een stuk. En in combinatie met de gangbare toepassing, met Mancocep onder andere. En we zagen geen verschil, dus het heeft goed gewerkt. Is er nog een verschil als je een hoge ziektedruk hebt of een lage ziektedruk? Nou ja, afgelopen jaar was de ziektedruk niet zo hoog en toen werkte het goed. Maar ik verwacht eigenlijk ook geen problemen met een hoge ziektedruk. Nou, we weten nu heel goed hoe Hilgard denkt over het nieuwe middel. Genoeg voor jullie denk ik om door te praten in de studio. Deze razende reporter gaat weer door naar de volgende gast. Tot zo.